Hallo beste mensen, ik wil jullie eventjes bedanken voor de opkomst zaterdag. Gigantische opkomst, super programma, de sprekers waren top. En ik wil ook even zeggen, ik wil ook een speciaal compliment geven aan de burgers. Want iedereen had jullie natuurlijk van tevoren verguisd dat er gereld zou worden en dat er van alles zou gebeuren. Maar nee, jullie hebben jullie keurig gedragen. Het veld netjes achtergelaten, geholpen met opruimen. Mensen, echt top, complimenten. We staan netjes in de media, het is allemaal goed verlopen. Maar we zijn er nog niet, we moeten nog 4 zeteltjes. Dus we gaan nog 1 keer gas geven van de week. En we klappen met z'n allen naar het provinciehuis in Brabant. Dinsdagavond, 8:30 daar zijn. Want dan begint daar het lijsttrekkersdebat. We mogen dan met trekkers komen, dus dat gaan we ook doen. Dat is al allemaal afgesproken. Want in Den Bosch zijn ze niet zo bang voor ons als in Den Haag. Dus wij kunnen daar prima heen met z'n allen. Ik hoop ook dat de burgers weer met z'n allen zoveel mogelijk komen. Dat is het laatste statement wat we kunnen maken voor de verkiezingen. We moeten met z'n allen nog 1 keer dat tegenaan. En ik wil jullie ook even zeggen dat Den Bosch wordt de afsluiting van onze Schijn een lichtje op mij tour. En wat dat inhoudt, dan ga ik jullie nou nog niet verklappen. Maar ik kan je wel vertellen, er komen mooie beelden. Die komen morgen naar buiten. En in Den Bosch gaan we daar de finale klap op geven. Mensen, ik hoop dat jullie net zo massaal weer komen. En ik hoop dat de boeren in Brabant ook massaal op de trekker komen. En misschien ook nog wel de omliggende provincies. Maar ik snap natuurlijk wel dat je vanuit Groningen dat niet voor 1,5 uurtje. Want we gaan om 10 uur gaan we ongeveer weer richting Huizenpaan. Zodat ze in ieder geval niet kunnen zeggen dat het weer een bedreigende situatie is. Dus we gaan rond 10:30 gaan we weer richting huis. En als iedereen ook weer betijds weer thuis, kunnen we volgende morgen vroeg weer op. Want we moeten natuurlijk woensdag naar een stemlokaal om ze weg te stemmen. Dus mensen, ik wil nog 1 ding vertellen, ja. Oh ja, over die VVD. Wat we ook weer te weten zijn gekomen van een Haagse gemeenteambtenaar. Jullie zijn allemaal naar de demonstratie gekomen, maar wat deed burgemeester, die VVD-burgemeester van Zanen, die liet gewoon de hele dag trams leeg doorrijden, zodat de demonstranten niet bij het Zuiderpark konden komen. We hebben dus veel mensen gesproken ook, die einde hebben moeten lopen. Dat is allemaal de schuld van burgemeester van Zanen, omdat hij gewoon de tramdeuren niet open liet gaan en gewoon leeg rond liet rijden. Hey, zo zie je hoe het gaat in de democratie. Zo zie je hoe de facilitering, we hebben het al met de paaltjes gehad natuurlijk, dat die niet naar beneden wouden. En er was dus op de dag van de demonstratie zelf ook weer 1,5 uur staan wachten, totdat het bijna gierend uit de klauwen liep. Daar hebben we zelfs ook een videobeelden van. En toen kon ineens wel de paaltjes naar beneden. Het is echt ongekend wat we tegenbewerkt zijn. Maar goed, we hebben ons niet tegen laten houden. En jullie ook niet, al moesten jullie ver lopen. Dus wat dat betreft complimenten voor iedereen. En ondanks dat alles onder tegenwerking heeft iedereen toch de rust weten te bewaren en met het koppie gewerkt. Precies zoals we daar van tevoren afgesproken hadden. Dat was allemaal weer helemaal super. En nou gaan we het nog 1 keer doen. Weer met verstand en weer met het koppie. Ja, want we gaan geen rallerij hebben daar in Den Bosch. Maar we gaan wel weer massaal komen. En we gaan een mooi lichtje laten branden. Mensen, ik zie jullie 8:30 bij het provinciehuis. In Den Bosch, dinsdag, dus morgen, dan zijn we er. Nog 1 keer eraan en dan is het gebeurd donderdag als de stemmen geteld zijn. Mensen, zet hem op.